Ass on the back, look like Lex, sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, natuurlijk Fishy weer en vandaag weer een nieuwe aflevering van Swarm Sunday. Oh yeah, maar ja, het is vandaag maandag dat jullie dit gaan kijken natuurlijk, want ik neem het ook op maandag op. Dus we zijn lekker op tijd weer. Nee, sorry jongens, ik had gisteren echt gewoon wat privé dingetjes. Ik moest eventjes wat opzij zetten, ik vond het gewoon belangrijker, leuker om even een mob online te zetten en een Q&A. Dus heb je dat niet gezien, moet je die ook vooral gaan kijken, want dat vind ik natuurlijk, ik vind ze hartstikke leuk in ieder geval. Dus we gaan in ieder geval weer de swarm instellen natuurlijk, daar zit het. En ik ga even kijken met welk wapen ik nu ga spelen, want het was achtergelaten, ja, ik ga vandaag met de MP7 spelen. Moet alleen nog even aanmaken, zie ik. Jezus, mensen. Nou, wat zullen we erop zetten? Stok. Ik hou nu zo van. Wel fastmag ben ik altijd van. En longbarrel. Nou, pisteltje niet. Concussion hoef ik niet. C4'tje erop. Primary gunfighter natuurlijk. Ghost. Denk ik wel. Ik denk dat ik je hardline erop zet. En dan kan ik nog een keer primary gunfighter. Tenminste, nog een keer een Perk 2 greed. Het was perk 1 greed. Ik prijs met je kunnen. Ja, het is perk 1 greed natuurlijk. Toughness in ieder geval. Ik zit daar eigenlijk een beetje met de perks ik zo weer. Ah, weet je wat ik doe? Gewoon, ik ga gewoon zonder toughness spelen. Dan speel ik. Ik moet eigenlijk altijd met toughness spelen, maar ik vind scavenger dan wel ook goed. Dexterity pak ik. Gewoon dexterity. En we pakken een secondary erbij. Gewoon B23R of zo. En ik moet natuurlijk even een diamond camo. Ja, want we hebben het nu unlocked. Oké, nou, we gaan lekker even spelen. Ik weet niet of ik meteen ingegooid word. We gaan gewoon regular door beneden spelen. Ik kan nog vertellen. We worden erin gegooid. Dan ga ik even kijken hoe ver het potje is. Anders maak ik hem even af namelijk. En dan begin ik gewoon vol een potje verder. Zo doen we dat gewoon voortaan. We beginnen. Nou, echt mazzel. We hebben echt mazzel. Ondertussen zal ik vertellen dat ik in ieder geval elke keer met een ander wapen zou spelen. En ik ga daarna gewoon mij steeds moeilijker maken. Dus ik speel nu Domination, dat is relatief eenvoudig. Maar ik ga gewoon iets moeilijker maken, dus moeilijke wapens. Dan ga ik bijvoorbeeld, Kill Confirm doen. Hè? Dat is ook een stuk moeilijker natuurlijk, want je hebt natuurlijk in Domination, kan je capturen. Dus zo kunnen we altijd een beetje, denk ik wel dit leuk houden. En ik speel dus vandaag met de MP7. En als je het nou zegt van, hey Chris, speel eens een keertje volgende keer met dat wapen. Dan zou dat hartstikke leuk zijn natuurlijk. Securing B. Oké. En ondertussen even opletten. Oh nee, die auto ontploft. Jammer, want anders heb ik misschien dubbel kill kunnen maken. Oeh, diamond camo. Hij is wel geil, hè? Huh? Waarom zijn mensen met een... Dat is gewoon kikkeren. Dat is echt scuf. Dat kan niet anders. Nou ja. Ik ga er niet meer op letten. Veel. We gaan gewoon proberen. Oh, baas. Jezus, wat een kutcampers. Kom op. Uit jullie spawn komen en naar mij toe gaan. Oeh, jij bent knap hier bezig. Heb je een tactical insertje? Nee, geen tactical insertje. Ik had het wel verwacht namelijk. Headshot! Even eromheen lopen. Ik heb een C4 package ook nog. Even opletten natuurlijk. Oeps. En we hebben Bloodthirsty. Oh, kut. Losing A, jongens. Dan gaan we deze pakken. En... Oeh, ik ben gered. Dankjewel. Ik heb in ieder geval die tag even mee, ding mee pakken. Even kijken wat we gaan doen. Het is een beetje lastig nu. Even kijken, komt er eentje hier flanken? Nee, die gaat niet flanken. Misschien hier even kijken, een beetje headclad, motherfucker natuurlijk. En waar zitten ze? Waar zitten ze? Au. Oh nee!
Waar spawnt hij dan? Ja, hij kon niets aan doen natuurlijk. Ja, hij geeft me een headshot. Godverdomme. Oh, kut. Als jullie nou zeggen van, hé hey Chris, ik haal het niet. Kunnen jullie ook achterlaten van, hé hey Chris, doe dat volgende keer weer opnieuw. Probeer het nog een keer. Of zorg ervoor dat je gewoon dat met elk wapen gedaan hebt. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Dus we kunnen het een beetje, aankleden, ja toch? Deze serie. Want, en nogmaals, ik denk dat het redelijk een makkelijke serie is. Verhoudingsgewijs met een nuke natuurlijk. Al is het natuurlijk wel zo. Ja, je bent gewoon heel erg afhankelijk van de mensen natuurlijk die... Even kijken of daar iemand zat natuurlijk. Ik pak iemand de cap mee. Rup. 200 punten. Je ziet hoeveel punten ik nodig heb. Speelt dan wel met een hardline natuurlijk. En dat betekent dat voor mij is het 10% heb je minder nodig. Dus ik heb 1900 punten, dus zeg maar 200 punten minder nodig nu. Ja. Ik ben wel redelijk goed in MP7. Maar ik heb die weer. Oh, ik zag niet door die... Jezus, mensen. Oké. Okay. We zijn helemaal omgelopen. Niemand spont hier, Dus ik heb gewoon weer puntjes mee. En ze gaan quitten. Dat is ook een nadeel. Quitten. Ik kan ook bijvoorbeeld een keer Ground War doen. Ik kan gewoon een beetje gaan variëren. Dat is wel leuk op zich, denk ik. Counter UAV inbound. Zal ik gaan flanken? Ja, ik ga wel flanken. Time's almost up. Oh, oh. Ja. Oh, laggy. Zag je het? Lag spike. Securing Bravo. Securing Alpha. My god! Job. Get ready for the next round. Volgende ronde. Ja, ja, ja. Kom op, 13-4. Vier caps. Oh, nee. Nou. Check die ding, jongen. Ik ben gewoon halverwege. Ik zou eigenlijk nu een orbital hebben. Ah, bijna orbital zou ik hebben. Voor mij is orbital 1100 punten, 1200 punten. Ik weet eigenlijk niet precies. Wat gaan die gasten doen? Ik moet toch even wachten wat die gasten gaan doen. LMG boy. Securing B. Die daar. Oké. Het motherfucker hier natuurlijk. My god. Oké. Friendly hunter killer drone deployed. Oké. We lost Bravo. Oké. Poep poep poep. Killer drone deployed. Huh? Friendly UAV inbound. Alpha. Okay. Ja, tuurlijk. Hoe kun je nou zo'n snipe? Jezus mensen, wat een bullshit is de game af en toe. Ah, maar dat is ook leuk aan COD, denk ik. Ik denk ook dat het leuk is aan COD, ja toch? Bullshit moet er gewoon in zitten, fuck it. Maar ik vind wel snipers zijn echt fucking overpowered. Weer headshot! Holy shit, dat kan toch echt niet? Zit er eentje zeker op die raid? Ja, dan zat hij daar. Kom op. Mazzel. Oh, wegwezen hier. Weer capturen? Ja, die gast gaat capturen, dus ik pak hem wel mee.
Dan heb ik 7 caps al. 8 caps, ja. Ja, die gasten capturen, dus een cap krijg ik wel mee natuurlijk. Dat is logisch, 200 punten. Hey, Orbi! Orbital V-side online. Nee, ik haat dat echt. Dat gescuft jump toch, moet je kijken. Dat slaat toch helemaal nergens op. En dan zeggen dat je beter bent dan mij. Nee, dat is gewoon een knopje indrukken en je bent er. Hey! Hij zat daar al. Ik keek een beetje verkeerd op mijn ding. Nou, kom op. Orbi, Orbi, Orbi. Voor Fizzy. Oké, dan gaat hij omheen. Staat er iemand stil daar? Denk ik. Ja. Die gast gaat de capsen pakken. En er komt er eentje hier. Wat gaat hij hier doen? Lodestar. Kut! Game over. Kan niet anders. Jongen! Ik had bijna mijn swarm. En dan ga ik zo'n manier ga ik het. Ja, wat ja. Kut man! Ja, game over. Ja, ga squitten. En terecht! Ik zou quitten. Hup, weer capturen. Moet er wat doen, ja toch? Ondertussen. Niet gehaald, jongens. Ah. Wat een bullshit, ja. Ja, iedereen is weg. Fucking hell! Ja, nog meer weg. En nog één weg. Kut, man. Die had ik wel graag willen winnen. Nou, uiteindelijk heb ik heel veel caps. Ja, ik ga gewoon mijn caps ja. Want het was toch al afgelopen. Big win, job done. Iedereen gerokweet in die game. Godverdomme. En die gast heeft 24-7. Met de loodstaat, toch? Was dat? Ik geloof 24-7. Anders had hij weer 23-8 of zo, maar ja. Nou jongens, ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Ga gewoon elke keer proberen. Haal ik niet. Moet jullie dus achterlaten van, hey Chris, doe het nog een keer ermee. Of doe het anders, of weet ik veel. Ja toch? Dan zou ik zeggen... Nou zeg gewoon zoals altijd jongens, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. En bye bye, vergeet niet te kijken, is liken.